maar liefst 4 nieuwe films deze week in de Flevolandse bioscopen. En die zijn allemaal eerder open, maar ze sluiten ook eerder om 5 uur. In de avond lockdown. Hoe lang het nog duurt, weet niemand. Nou ja, wij in ieder geval niet. Dinsdagavond krijgen we uitslag erover. Ja, Sjoerd Wolthuis, goedemiddag. Middag. Dus de nieuwe films in de provincie. Ja. En maar liefst 4, je zegt het goed. Ja, heb ik het goed gezegd? Ja, zeker. Dankjewel. Laten we dan maar snel beginnen met film nummer 1. Ook al bekend als film nummer 1. One. En dat is De Drekkies. De titel doet al niet veel bijzonders vermoeden. Nou, ho, ho, ho. Voor jou niet, maar voor de kleine kinderen en opa's en oma's gezellige film om naartoe te gaan. Ja. Is van de Duitse origine. Ja. En heel grappig. Een avonturenfilm voor de kids eigenlijk. En het gaat over een familie, de Drekkies geheet, hoe kom je erop natuurlijk, die leven op een vuilnisbelt. En hoe smeriger die vuilnisbelt, hoe fijner ze het daar vinden. Nou, die leven daar superleuk, maar dan komt er natuurlijk altijd een boosdoener, een gemene man. En dat is in dit geval een aannemer. Die wil die vuilnisbelt weghalen. En die wil daar een heel mooi, complex neerzetten. Oh, ja? Ja. En een mooi centrum, welniscentrum. Ja, en wat doe je daar als Drekkies tegen? Komt dat er nu wel of behouden ze hun vuilnisbelt? Nou, ik denk het antwoord al weet. En daar gaat het over. Hartstikke leuk getekend. Ja, leuk. Vrolijk opgewerkt. Super voor het hele gezin. Alleen in Almere te zien, in Kinepolis. Oké. Okay. Dan hebben we natuurlijk een klassieker, hè? De West Side Story is gewoon terug. Ja, daar word ik heel stil van. Moet je daar aankomen, is natuurlijk ook de vraag, hè? Ja. Aan het origineel. Ja. Maar de kritieken zijn heel goed. Alle kanten 4 sterren. Maar het is ook niet door de mensen gedaan, dit, hè? Nee. Rotten Tomatoes, het stijgt per dag. Het was eerst 90%, inmiddels geloof ik 97% van de heren critici. Ja. Iedereen loopt ermee weg en iedereen zegt, dit wordt de grote film voor de Oscar-nominaties, 10, 11 op een rij. Alles deugt. Ja. En ja, Steven Spielberg, ja, die wilde al jarenlang, al tientallen jaren lang, wilde die maar één ding, deze film ooit nog eens een keer weer opnieuw maken. Ja. En dat heeft vrij lang geduurd. Pas in 2014 begon dat echt serieus te worden, omdat dat alles met de rechten te maken had. En met name ook de muziekrechten. Alle rechten heeft hij gekregen. Toen kon hij pas die film gaan maken op zijn manier. Nou, en ja, het is de remake van de musical uit 1957. Ja. 61 film kennen we natuurlijk. En het is identiek. Alleen hij heeft het in deze tijd gezet en geactualiseerd. Leuk, hè? Het ziet er ook gezet. Vooral de rollen van sfeervol de Puerto Ricanen. Ja. Dat was toen, waren de blanke acteurs die wat geverfd waren. En leken op Puerto Ricanen. Maar dit zijn allemaal echte Latin acteurs en zangers en dansers. Er wordt veel meer Spaans in gesproken. Wat in het origineel ook van ene satse minder zat. Hij heeft het toegesneden naar de actualiteit. Ja, alles is goed. Hij heeft alles met jonge mensen gedaan. Allemaal onbekende acteurs. Ja. Spelen de sterren van de hemel. De dansscènes ongelooflijk goed. De muziek blijft staan. De hele film. Ja, eigenlijk alle kritieken zijn unaniem. Van, lovend. Hij heeft er een betere versie van gemaakt. De NRC zegt, dit was een hele mooie opfrisbeurt. Goed gelukt. De Volkskrant nog beter dan het origineel. Ook met 4 sterren. En de mooiste recensie stond in een parool. Dit is gewoon een respectvol eerbetoon. Vergeleken met de Die moeten we zien dan. En de liedjes blijven natuurlijk fantastisch mooi en blijven overeind. De muziek blijft. De orkestratie, het is nog groter en mooier uitgepakt dan dat het origineel eigenlijk was. Alles beter. Ja. En dit wordt een groot succes, denk ik. Oké. Okay. Ja. Mooi. West Side Story. Ja. Ga ik met mijn moeder heen, denk ik maar. Ja, is wel leuk, hè? Ja, toch? Ja. Ja. Ze dat beleefd toen ze jong was. Nou, ga ik er nog een keertje meenemen. Ja, leuk. Zomaar 2 films hebben we het goed van Jules. Weer een animatiefilm, Monster Family 2. En het leuke is, wij geven daar ook kaarten voor weg deze week. Tijdens ons kiekspelletje. Geven wij mooie kaarten weg of zeg je Jules van nou nee hoor, die film kun je beter overslaan? Nou, als ik
kijkt naar deel 1, want dit is de deel 2, deel 1 uit 2017. Ja. Die werd de grond ingeboren. Die film heeft niks opgebracht. De kritieken waren vernietigend. Een dikke, dikke onvoldoende. Dus ik hoop dat dit allemaal veel beter is. Monster Family 2 van Engelse origine, gebaseerd op een kinderboek. Ja, en dat gaat over een familie met bevriende vleermuizen die avonturen beleven over de hele wereld en mensen redden. Daarbij komen ze natuurlijk ook bevriende monsters tegen. Het is dus echt een avontuurlijke film. Het heeft een beetje weg van die Addams Family. Voor de hele familie, hè? Het lijkt een beetje op de Addams Family, althans dat gevoel. Ja, er zijn natuurlijk linken. Ja. Maar dat heeft er helemaal niets mee te maken verder. Oh. Maar ja, ze zien een monster achteruit. Ja, ja. Okay. Maar was ook de kritiek op deel 1. Het was zo eng voor de doelgroep. Voor de kleintjes. Voor de kleintjes, dat die vaak huilend de bioscoop uitgingen. En veel te eng en veel te eng. Maar als deel 1 niks heeft opgeleverd, waarom hebben ze dan toch een deel 2? Dat snap ik dan. Ja, meestal doen ze dat uit winstbejag. Kijk maar eens op YouTube. Hey, dikke onvoldoende en in een cijfer een 3. Dikke onvoldoende. Okay. Dus hopelijk is dit beter. Spannende avonturen met andere monsters. En er zitten ook een boodschap in. Ach. En dat is blijf jezelf. Dat mensen die een beperking hebben, ook die hebben geluk in hun leven. Nou, als die boodschap er goed uitkomt, dan zeg ik prima toch. Hartstikke mooi. Is alleen te zien in Almere. Even zeggen dat natuurlijk West Side Story overal te zien is. Ja, uiteraard. Dat is logisch. Dat is logisch hier. Ja. Dan tot slot hebben we Don't Look Up. Niet naar boven kijken. Ja. Want wat gebeurt er dan? Dat is een Netflix film toch eigenlijk? Ja, ja. Dat is een hele goeie. Deze film is gemaakt door Adam McKay. Ja, van The Big Short. In opdracht van Netflix. Het is een Netflix-film. Alleen, hij is nu in de bioscoop en Netflix komt hij nog met de kerst. Oh. En het is een satirische komedie. Oh. Ja, daar moet je dan van houden. Met een geweldige topcast. Vier topacteurs. Nou, je ziet hem al. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Zag je net ook in beeld. En Kate Blanchett. Ja, en dat gaat over twee astronomen die ontdekken dat de aarde getroffen gaat worden door een meteoriet. Ja, dat is natuurlijk een ramp voor deze wereld. Ja. Maar, dan zeggen ze, wij moeten de wereld waarschuwen voor deze ramp. Alleen de wereld haalt zijn schouders op en denkt, ach, het zal niet zo vaart lopen. Die liggen daar niet wakker van. En je snapt al de knipoog naar de huidige praktijk. Het heeft alles te maken met de opwarming van de aarde, waarvan mensen denken, het zal maar tijd wel duren. Ja. En nou onze huidige coronapandemie. Oh. Dus die knipoog zit erin. En het draait ook rondom onze aarde een of ander groot stuk gesteente wat onze richting op zou komen. Hè? Ja, natuurlijk. Waar ze zich zorgen over maken. Maar het is een satirische komedie. Ja, hoe dat nou valt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar het valt wel op dat Leonardo DiCaprio behoorlijk is aangekomen. Zo, die heeft de coronapandemie heeft flink thuis gezeten, denk ik. Met een hapje en een drankje. Ja. En ik vergeet trouwens Ariana Grande. Klein rolletje zit er ook in. Ja. Klopt. Ja. Leuk. Ja, meer bekende mensen. En Meryl Streep natuurlijk. Maar dit zijn vier topacteurs. Alleen dat is al leuk om te zien, vind ik. Ja, geweldig. En de kritieken zijn aardig goed. Maar die Meryl Streep draait alleen in Emmeloord en Almere. Die verandert helemaal niks. Nee. Die blijft hetzelfde uitzien. Vind je niet? Ze kunnen zoveel met films. Ja. Die moeten we een keer uitnodigen, Meryl Streep. Want zij heeft natuurlijk Nederlandse roots. Ja. Ja. Best wel leuk. Dat is Audrey Hepburn. Was eigenlijk ook een Nederlander. Ik zie ook altijd van die vrachtwagens rondlopen, rondrijden. Audrey Hepburn? Van Treep. Streep. Nee, dat is een andere. Dat is wel familie ook. Oh. Maar dat is niet een. Nou, als je Meryl Streep een keer in de studio komt, dan kom ik erbij. Nee, wij zeggen tegen jou natuurlijk niks. Ik zeg dat natuurlijk. Sjoerd Wolthuis, dankjewel. Ben je de volgende week weer? Ja, ik ben. Zonder Meryl Streep dan, hè? Ja, precies. Dat maar je kan wel Joker meenemen. Ja, we hebben ook onze Lady Stadse Meryl Streep. Toetsie krijgen we dan.